We hebben gisteren een aantal audiobestanden geïmporteerd vanuit Digital Juice. Van zodra die gedownload zijn, dan hebben die nog enige bewerking nodig in bijvoorbeeld Audacity. En daar gaan we nu een woordje uitleg over geven. We maken gebruik van het programma Audacity. Eerst en vooral is het belangrijk om te zeggen dat u de laatste versie, de nieuwste versie dus, moet downloaden. Dat is de versie Audacity 2.3.3. Dus als je nog een verouderde versie hebt staan, ben je best dat je ze vervangt door de nieuwste. Dat is wat dat Audacity betreft voorlopig alles. En dan gaan we de audiobestandjes die we gisteren gebruikt hebben, het is te zeggen gedownload hebben uit Digital Juice, gaan we nu importeren in Audacity. Hoe doen we dit? Rechts op het beeld ziet u hier staan een gedeelte van de Finder. In Windows is dat de verkenner. En het beeld zal er uiteraard in Windows mogelijk wel een beetje anders uitzien. Maar het principe om ermee te werken is eigenlijk hetzelfde. Alleen als je een Windows computer hebt, moet je ook zien dat je Audacity voor Windows downloadt. Oké, we starten met de filing. We nemen die vast en we slepen die gewoon in Audacity. Voilà, die staat er. Daarna nemen we de strings. Zetten we eronder. Voilà. De piano. Dan de harp. De klarinet. De cello. De brass. En tenslotte de bas. Voilà. Je ziet dus dat is vrij simpel. We kunnen hier het bestand gewoon eens laten afspelen. Dat gaan we ook een keer doen. Er zit enige vervorming in het geluid en dat komt omdat mijn luidsprekers een beetje te luid stonden. Maak u daar verder geen zorgen over. Bij het afspelen van het bestand zal het geluid normaal zijn. Oké, gaan we even naar beneden. Ja. Als we nu ieder bestandje eens bekijken. Hier ziet u bas. Daarboven ziet u de brass en nog een beetje hoger, onder andere de strings en de violin enzovoort enzovoort. Dus er staat altijd duidelijk de benaming bij van het bestandje. Die bestandjes zijn dus allemaal apart gedownload. Bijvoorbeeld in Final Cut kan je dat op dezelfde manier gebruiken zoals ik hier heb gedaan. Maar dat is dan alleen maar voor Final Cut gebruikers. Anderzijds kan je nu, dit bestand staat hier nu, kan je daar een mp3 van maken of een wav bestand. Dat doen we als volgt. Bestand hier exporteren. U maakt hier al uw keuze en laat ons zeggen dat we daar een mp3 van maken. Oké. Dan, ja, u zult hier best niet alleen filen, want u neemt gewoon de naam van het bovenste bestandje over, maar die geeft u best een nieuwe naam. Bijvoorbeeld Enigma, dat is de naam van het totale bestand. En we gaan hier gewoon bewaren. Dat wordt bewaard als een mp3 bestand
in de map muziek. Voilà. Uw tracks zullen gemixt en geëxporteerd worden als één stereobestand. Voilà. Oké. Goed, u krijgt hier nog eens een beeld waarin u kunt bepalen de naam van de artiest, de tracktitel, de album, enzovoort, enzovoort. Niet verplicht om dit in te vullen. Misschien wel interessant voor later gebruik. En we klikken hier gewoon op oké. En nu komt er in uw verkenner, in de map muziek. Dus we gaan daar even naartoe. We klikken daar dubbel op en het bestand wordt afgespeeld. Interessant bij die downloads van onder andere Enigma was dat u daar ook stukjes kunt kiezen van 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden. Dat is naar gelang het materiaal, het beeldmateriaal dat u gemaakt hebt. Maar hier hebben we nu de volledige versie en die duurt ongeveer een drietal minuten. Voilà, zo simpel is het eigenlijk. Voor de verdere werking van Enigma zult u zelf een beetje moeten experimenteren. Maar er zijn enorm veel mogelijkheden mee. Onder andere kan u de Audacity ook gebruiken voor het digitaliseren van fonoplaten bijvoorbeeld. We keren hier nog eens terug naar Audacity scherm en u kan zien dat er in de help een en ander te vinden is hoe Audacity werkt. Er staat een volledige handleiding, wel bijvertellen dat die Engelstalig is, maar is tamelijk goed overzichtelijk en er zitten ook een aantal tutorials in, dus er is veel te zien in Audacity. Tot zover. Hopelijk hebt u er veel succes mee. Dank u wel.